Goedemiddag allemaal, goedemiddag allemaal. Wat fijn dat jullie er weer zijn voor inmiddels het zevende en ene laatste MKB Café vanuit de EPRO Food and Cognition. Ik ben jullie host vandaag, mijn naam is Guido Kamps, ik ben onderzoeker bij de Universiteit Wageningen. En ik doe dat heel graag samen weer met, voor mij aan deze kant, Esther Aert. En zij is van Dons Instituut bij Radboud Universiteit Nijmegen. Ons doel met het MKB Café is een platform bieden zodat partijen op het gebied van food and cognition, of voeding en cognitie, elkaar kunnen vinden en dat er nieuwe samenwerkingen ontstaan en gewoon ook leuke nieuwe dingen leren. En vandaag in ons café hebben we weer twee hele leuke gasten, ditmaal op het gebied van voeding, beweging en ouderen. En de eerste gast is voor mij daar, Jurgen Klaassen, klinisch geriater en onderzoeker bij Radboud UMC Nijmegen. En we hebben Patrick Tassignon te gast van Praluisine. En Praluisine heeft als doel om te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk fit blijven. En heeft een totaalconcept bedacht waar chocolade een centrale rol in heeft. Lekker en gezond. Daar gaan we straks meer over horen. Nou, en voor de mensen die nieuw zijn hier aan de rechterkant, eigenlijk zoals inmiddels iedereen toch wel moet weten met al deze online meetings, heb je de opties voor tijdens de sessie. Dus je hebt een chat, je hebt vragen, je hebt polls en je hebt personen. Dus in de personenlijst kunt u kijken wie er allemaal nog meer aanwezig is. Polls, er komen wat polls voorbij. Dadelijk kunt u antwoord geven, kunt u ook de resultaten bekijken. En in de chat, het meest linkerknop, laten we afspreken alleen de chat te gebruiken, niet chat en vragen, want dan is het makkelijker in de gaten houden. Kunt u opmerkingen kwijt, ook vragen stellen en dan stellen we die live in de sessie. Of als u wil, is er zelfs een optie om op het podium te treden. Dus het komt helemaal goed. Mochten jullie... en aan het eind is er ook mogelijk om überhaupt aan het eind van het hele gesprek nog vragen te stellen. Oh, de kat gaat hier even slapen, dus ik krijg een belletje. We beginnen even met een eerste poll om warm te draaien. Dus als het goed is, ziet u nu een rood bolletje bij polls ontstaan. En dat betekent dat u daarop kunt klikken. En dan kunt u antwoord geven op de vraag. Mijn chocoladegebruik ligt gemiddeld tussen de, en dan is 0 tot 100, 100 tot 250 en meer dan 250 gram. Nou, ik zal hem even invullen. Ik denk dat... Zie dat? Weinig mensen die meer dan een kwart kilo chocola per week eten. Dat lijkt me een goed teken, Jurgen. Ja, een slecht teken voor jouw business over een jaar of 30. Als je gemiddelde leeftijd in die meeneemt. Maar goed. We gaan laten de poll lekker doorlopen. En dan gaan we ondertussen verder. Patrick, mensen die C als antwoord hebben gegeven. Dus gemakkelijk meer dan 250 gram per week. Dus tot nu toe maar één. Zijn die nou heel erg ongezond aan het leven? Vaak dan aan jou als chocolatier. Nee, zeker niet. Ik zou wel, als ik heel veel chocolade zou eten, zou ik wel gaan voor een hoog cacao-gehalte. Want we weten dan namelijk dat cacao best wel veel antioxidanten bevatten, dus flavonolen. Daarnaast weten we ook dat bonbons, die bevatten vetten, die bevatten suikers en calorieën. Maar ze bevatten dus ook antioxidanten. En uit onderzoek is dus gebleken dat deze antioxidanten of flavonolen de oxidatieve stress tijdens een inspanning kunnen verlagen. Dus daarom zou ik wel zeggen, ga lekker chocolade eten met heel veel cacao, zou mijn voorkeur zijn, maar zorg er ook voor dat je daarnaast ook gaat sporten. En daarnaast is het zo, dus, zeker als we naar ouderen kijken, is het van belang dat ouderen in beweging blijven. En om in de beweging te blijven, is spierkracht heel erg van belang. En dat is net de reden dat we Praluisine hebben ontwikkeld. En met Praluisine willen we graag de spieren voeden, de spieren trainen en de spieren ondersteunen. En onderdeel van Praluisine is een praline of een Belgische bonbon, waarin we vitamine D en leucine hebben toegevoegd. En leucine is een aminozuur. En deze beide componenten hebben een positieve bijdrage op de spierfunctie. En het idee is dat we ouderen, met name kwetsbare ouderen, aanraden om 1 à 2 bonbons bovenop een eiwitrijke maaltijd nemen na hun dagelijkse inspanning. Dat is het hele concept van Praluisine en de bonbon. Oké, zo dus lekker dagelijks bewegen, jezelf belonen met een heerlijke bonbon. Ja. Jurgen, hoe kijk jij daar tegenaan als geriater? Ja, wat Patrick zegt, bewegen voor ouderen is echt ontzettend belangrijk. Ik doe onderzoek naar ouderen en dan vooral hart- en vaatziekten bij ouderen en dementie. En het toeval wil, maar dat is niet echt toeval, dat bewegen voor alle twee heel belangrijk is. Dus het vermindert de kans op hart- en vaatziekten, maar vermindert ook de kans op dementie.
En verder is het natuurlijk zo dat voor ouderen het zelfstandig blijven functioneren ook heel erg afhangt van bijvoorbeeld spierkracht. Hè? Dus het zelf in staat kunnen zijn om naar buiten te gaan om de dagelijkse boodschappen te doen. Goed, omdat dat zo belangrijk is, is er steeds meer aandacht voor, ja, zeg maar, voor preventie van ziekte, ook bij ouderen. En daar lijkt lichaamsbeweging echt een enorme rol te spelen. Wij starten nu in Nederland met een grote preventiestudie, MOCIA. Dat is gebaseerd op een Finse studie waarbij er aangetoond is dat gecombineerde interventies, dus gericht op voeding, bewegen, maar ook behandeling van hart- en vaatziekten, een goede kans hebben om bijvoorbeeld dementie te voorkomen. En alles wat zeg maar bij kan dragen aan het zorgen dat mensen gaan bewegen en goed eten is mooi meegenomen. Ik vond dit idee met de bonbons heel erg positief te uitspringen, omdat het gaat ervan uit dat je mensen beloont voor iets te doen, in plaats van dat je ze alleen maar gaat bestraffen of beschuldigen. Of gaan zeggen, ja, je beweegt te weinig. Zo'n idee dat je ouderen zeg maar vraagt om te gaan bewegen en zegt van, nou, als je dat doet, mag je een bonbon nemen en die is ook nog eens gezond. Dat maakt het denk ik een stuk leuker, maar geeft ook een soort positieve wending aan het geheel. Dus ik vond het leuk. Mooi. En Patrick, waarom jouw focus op ouderen, niet op bodybuilders of zo? Ja, nou goed. Kijk, mijn inspiratiebron was mijn schoonmoeder. Zij zit nu begin 80 en ze heeft haar hele leven op de boerderij gewerkt. Ontzettend actief geweest. En naarmate ze ouder werd, werd het allemaal een stukje moeilijker. Kijk, die spieren werden dunner en dunner. Die smelten als het ware als sneeuw van de zon. En zeker toen ze alleen kwam te staan, zag je toch dat ze bijvoorbeeld achteruit ging. En nou, het heeft me aangegrepen en ik dacht, wat kan ik met al mijn kennis op iets van voeding bijdragen? En daarnaast ging ook haar eetlust achteruit. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb echt iets ontwikkelen dat echt lekker was en ook energierijk was. Als het ware een boost voor haar spieren. En dat was de gedachtegang. En ze was dus ook mijn eerste klant, eerste consument. En ze neemt ook soms 2 à 3 pralines per dag. En dan zie je haar echt een stuk fitter worden. En daarnaast doet ze ook al haar oefeningen, zoals Jurgen zegt. En dat is zo belangrijk. En ze is dus nog steeds actief op haar leeftijd, op de boerderij. Nou, dat is een geweldige inspiratie voor mij, om het voor haar gewoon te doen. En het mooie is van spieren, dat je spieren opnieuw kunt opbouwen. Maar wat van belang is dat we ook spieren voeden met eiwitten. En er is natuurlijk heel veel aandacht voor cholesterol, diabetes en dergelijke, wat ook superbelangrijk is. Maar het voeden van spieren is ook denk ik een belangrijk concept. En het voeden van spieren met eiwitten. Maar wat wel van belang is, dat je voldoende vroeg start, dat je op tijd daarmee start. Want het is namelijk zo, dat vanaf je 40ste, 50ste, je spieren al achteruit gaan. En het kan best zijn dat je bij je 80ste ongeveer de helft van je spieren overhoudt. Dus je moet gewoon vroeg starten daarbij. En een mooi voorbeeld die ik altijd aanhaal, is de sta-op-test. Nou, de sta-op-test, dat is iets je thuis kunt gaan doen. Dan ga je op een stoel zitten, met je armen over elkaar. En dan probeer je recht te staan op 1 been. En als je in staat bent dat te doen op je 40ste, 50ste, is er nog een hele grote kans dat je fit bent bij je 70ste, 80ste en dergelijke. Dus zo maak je het visueel en het belang van spieren gewoon heel duidelijk naar iedereen toe. Ja. En als je dat niet goed kan, dan heeft het wel nog nut om daaraan te gaan werken? Ja, absoluut. Aandacht voor het voeden van spieren met eiwitten. Absoluut. Misschien dat Jurgen daar ook nog daar even op terug wil komen. Maar daarnaast had ik ook nog een andere vraag. Want iedereen weet dat door vergrijzing dat de groep ouderen steeds groter wordt. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ouderen in mijn hoofd waren wel een soort van groep van grijze mensen die op sterven na dood waren. Terwijl als ik in mijn leven, ik ben 37, kijk, heb ik het idee dat mensen die nu 70 zijn eigenlijk nog veel fitter en veel kwieker zijn dan ik me ze kan herinneren toen ik zelf heel klein was. Zit daar ook echt verandering in, Jurgen? Ja, nee, dat klopt. Wat je waarneemt, dat klopt ook met wat de wetenschap aantoont, maar wat ik ook in de spreekkamer zie. De levensverwachting in Nederland, die stijgt al jaren. En die wordt gewoon ieder jaar komt daar een stukje bij. Dus mensen werden vroeger ook niet heel veel ouder dan 65. Daar is de pensioenleeftijd ook op gebaseerd.
En die waren ook echt biologisch zo'n beetje op. En tegenwoordig worden mensen makkelijk 80, 90 of 100. En je ziet ook dat daarmee dus bijvoorbeeld die andere leeftijden, dus van rond de 60, 70, dan zijn mensen nu een stuk jonger biologisch dan dat ze 20, 30 jaar geleden waren. En dat lijkt dus echt dat ook die biologische veroudering langzamer gaat. Dat dus ook deels verklaart waarom mensen zo oud worden. En die mensen die zijn actiever, die willen ook meer. Vroeger gingen mensen met de 65 in het bejaardenhuis wonen. En dan was het leven zo'n beetje klaar. En tegenwoordig begint het leven. Hè? Dan is het pensioen en dan word je actief en ga je reizen maken. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Hè? Dat is het gemiddelde of het ideaal deel. Je ziet nog steeds dat er mensen zijn die vroegtijdig verouderen, biologisch nog steeds ouder zijn dan anderen. Ik zie bijvoorbeeld patiënten van in de 50, 60 die er echt uitzien als mensen van 80 en zich ook zo voelen. En dat heeft vooral te maken met gezondheid. Als je meerdere ziektes hebt, word je sneller ouder. Maar ook met leefstijl. Dus weinig bewegen, roken, dat soort dingen. En je ziet ook vooral dat in de lagere sociaal-economische klasse mensen sneller oud worden dan in de hogere. En daar zie je dus ook dat die levensverwachting een stuk lager is. Dus het algemene plaatje is positief, maar je ziet nog steeds veel variatie. En er is zeker in de mensen die ongezonder ouder worden, is heel veel winst te behalen nog. En maar kun je dan ook iets vertellen over die sta-op-test die Patrick net noemde? Is die voor jou ook bekend? Ja, die doen we ook. Bijvoorbeeld als inschatting voor hoe fit mensen zijn als ze een operatie moeten ondergaan. Wat ze dan bijvoorbeeld doen, is dat we ze vragen om 5 keer achter elkaar op te staan uit de stoel. Dat mogen ze dan wel met 2 benen doen, maar inderdaad met de handen gekruist. Zo de eerste stap is überhaupt dat ze uit die stoel komen. Dan ben je al een heel eind. Maar vervolgens meten we dan bijvoorbeeld hoe lang je erover doet om dat 5 keer te doen. En dat is een mooie maat voor een combinatie van spierkracht, spiermassa, maar ook conditie. En die is alleen die ene test al is behoorlijk voorspellend voor hoe iemand uit een zware operatie gaat komen of hoe iemand gaat herstellen van een ziekenhuisopname. Maar goed, dan is het natuurlijk, heb je niet zoveel tijd meer om dat nog aan te passen. Maar er is ook een vraag in de chat. En dan wil ik eerst eventjes voor jou heel kort horen en daarna Patrick. Maar we hoorden net, je spiermassa gaat al vanaf je 40ste achteruit. We hoorden Patrick zeggen, maar die bemond voor ouderen. Ben je boven de 40 al een ouderen? Of wanneer heeft het zin om dit soort oefeningen te gaan doen en te gaan supplementeren? Nou ja, je moet echt vanaf je 40ste, 50ste echt beginnen om aandacht te geven voor je spieren. En spieren om te voeden. Maar wat ook van bekend is, is dat alleen maar voeden niet voldoende is. Het is ook van belang om te trainen en actief te zijn. En eigenlijk die eiwitten in spieren om te zetten. En dat doe je ook door eenvoudige oefeningen te doen. En ja, zeker 40ste, 50ste ben je niet oud, maar je moet gewoon die aandacht. Spiergoed staat gewoon daarom meer op tijd. Ja, absoluut. Dus voor iedereen die nu al lekkere bonbon wil eten, met lysine, die mag dat doen als je boven de 40 bent. Of misschien nu al. Want daar is ook een beetje zo de rol van preventie dan. Hoe denk jij daarover, Jurgen? Ja, je moet vroeg beginnen. Nou, is inderdaad, je bent zeker op je 40ste ben je niet oud, maar je ziet ook dat de definitie van middelbare leeftijd, hè, die schuift ook steeds hoger. Hè. Liefst nu inmiddels begint die pas op de 50ste. Hè, maar dat betekent niet dat niet zeg maar de basis voor het ouder worden, die wordt wel gelegd op je 40ste. Dus dat betekent dat je wat je doet, eigenlijk al nog jonger vanaf je 30ste, 40ste, gaat invloed hebben over hoe je later, als je wel echt oud bent, laten we zeggen vanaf de 60, hoe je dan functioneert. Dus ook het opbouwen van conditie, van spierkracht, het voorkomen van hart- en vaatziekten ligt al op die leeftijd. Dus het is zeker belangrijk om dan te beginnen. Maar het is ook zo dat, ook al ben je ouder, dus 60, 70, of nog ouder, 80, dat je nog steeds kunt trainen. Het kost wel meer moeite,
Maar het kan wel. Dus het is niet zo dat mensen die oud zijn denken van ja, voor mij is het te laat. Je kunt dan nog gaan sporten en je kunt ook echt nog je conditie verbeteren en je spierkracht verbeteren. Dus dat is wel goed om te weten. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat terugtrainen moeilijker is dan behouden. Ja, ja zeker. Het is, je verliest als je op bed gaat liggen, hè, dat doe je niet bewust, maar omdat je ziek bent bijvoorbeeld, verlies je heel snel spiermassa. En vervolgens, dat kan echt in een paar dagen gaan. Dat wordt ook versterkt vaak omdat je door je ziekte zelf versnelde spierafbraak hebt. Dus dat gaat dubbel op. Maar je ziet het ook bij gezonde mensen. Astronauten die bijvoorbeeld in gewichtsloosheid zijn, die verliezen heel veel spiermassa als ze niet actief zouden trainen. Ja. Dus dat hoort een beetje bij het inactief zijn. Vervolgens kost dat weken om weer op te bouwen. Maar het kan wel. Alleen is het lastige dat naarmate je meer spiermassa verliest, je inspanningen steeds zwaarder voelen. Dus dan wordt een kleine inspanning, zoals uit je stoel opstaan, voelt al zwaar. Dat ontmoedigt mensen dan vaak om meer te gaan doen. Terwijl je daar echt dan doorheen moet en juist hard moet trainen om te zorgen dat je die spieren weer traint. En vervolgens wordt die inspanning weer beter te doen en raak je ook meer gemotiveerd om wat verder te gaan. Ja, het is misschien een beetje een gevoelige vraag, maar zie jij dan ook een associatie tussen dat ouder worden of dat je lichaam sneller veroudert en de economische status van jouw patiënten? Ja, nee, zeker. En daar zit waarschijnlijk een effect van levenslange ja, gezondheid. Of in dit geval dingen die niet bevorderend zijn voor de gezondheid. En dat kan zijn eten dat ongezond is, roken, te weinig beweging. Of minder toegang hebben tot de gezondheidszorg. Er zijn een heleboel factoren. Maar die hebben wel een rol. Een voorbeeld heel simpel van roken, dat weet misschien iedereen in zijn omgeving wel. Zie je heel duidelijk verschil in biologische veroudering tussen mensen die wel en niet roken. En als je 20 bent, zie je dat nog niet. Maar vanaf de 40 zie je echt heel duidelijk, bijvoorbeeld in de gezichten van mensen die roken, dat ze veel ouder lijken dan mensen die niet roken. Dus dat heeft wel echt impact. En dat verschil dat wordt steeds groter naarmate mensen ouder worden, wordt dat verschil tussen ja, gezonder ouder worden en kwetsbaarder ouder worden, wordt steeds groter. En als ik dan naar jou mag, Patrick, een Belgische bonbon op maat gemaakt van de chicste ingrediënten, denk ik, dan dat klinkt niet als iets voor de mensen die elk dubbeltje op hun kant moeten, of twee keer moeten omdraaien. Is die beschikbaar voor het grote publiek of is het iets voor de happy few? Nou kijk, die bonbon voor de consument kost je ongeveer 1 euro per stuk. Dat is de prijs voor een consument. Daarnaast hebben we ook een soort groothandelverpakking. En ik zou graag daar naar de huizen en dergelijke willen gaan. En die is een kwart goedkoper dan deze 1 euro per stuk. Dus een meer aantrekkelijke verpakking. Daarnaast is het wel zo dat we werken met een artisanale chocolatier. En wat super belangrijk was bij de ontwikkeling is de smaak. Want ook omdat de etenlust achteruit gaat, wil je ervoor zorgen dat de mensen gewoon die bonbon gewoon nemen. Plus je weet dat bepaalde amusures heel bitter zijn. Die smaak wil je ook als we daar gewoon maskeren. Dus dat is de reden dat we met een chocolatier hebben gewerkt die en heel veel aandacht hebben besteed aan de smaak als zodanig. Om ervoor te zorgen dat je een optimaal product in de markt krijgt. En als laatste is het zo dat mijn doelgroep is ook mensen van 40, 50 die dit dan als cadeau kunnen gaan geven aan ouders en grootouders. En op die manier ook de cirkel rond te krijgen. Dat is ook een heel mooie geschenkverpakking als zodanig. Dat weet ik uit eerste hand, want ik heb hem geschonken aan mijn schoonmoeder, dat setje wat ik heb ontvangen. Ja. We zijn natuurlijk hier voor een Food and Cognition, of Voedsel en Cognitie, MKB Café. Jurgen, kun je nog iets vertellen over, want we hebben nu heel erg over spieren en spiermassa. En mensen denken misschien dat wij alle ouderen nu aan het bodybuilden willen krijgen, maar maakt dat voor hun cognitie ook nog iets uit? Of kun je gewoon helemaal wegteren in je stoel en je hersenen doen nog prima? Nee, die hersenen die willen ook erg graag dat je actief bent. En actief hoeft dan niet per se of zeker niet topsport te zijn, maar gewoon lichaamsbeweging. Het zeg maar bewegen zelf, dat realiseren mensen zich niet altijd, is ook een cognitieve activiteit. Dat vergt heel veel hersenenergie.
Niet alleen om je spieren en je zenuwen aan te sturen, maar ook om bijvoorbeeld de omgeving in de gaten te houden. Van waar loop je? Hoe ziet de omgeving eruit? Zijn er obstakels en dat soort dingen? Dus gewoon bewegen, dat kan zelfs rustig wandelen zijn, maakt niet uit, is al een hersenactiviteit. En het blijkt dat als je dat blijft volhouden, dat dat gezonder is voor je hersenen dan helemaal niks doen. Dus dat is het directe effect. En verder heeft dat bewegen invloed op een heleboel andere dingen, zoals hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Ja. Dus als je veel stil zit, wordt je bloeddruk hoger. En wanneer je af en toe loopt, hoef je ook weer niet te sporten, wordt je bloeddruk al lager. Dus op die manier kun je met wat meer lichaamsbeweging zorgen dat je ziektes als hoge bloeddruk bijvoorbeeld, maar vervolgens ook andere hart- en vaatziekten, de kans daarop verkleint. En al die dingen hebben vervolgens weer gunstig effect op je hersenen. En die hersenen zijn ook gevoelig voor hoge bloeddruk, voor vaatziekten. En als je die vaatziekte kunt voorkomen, voorkom je daarmee weer de kans op dementie. En tenslotte heb je nog het effect dat het kunnen bewegen zorgt ervoor dat je min of meer onafhankelijk blijft. Hè? Dus dat je ook sociale contacten kunt hebben. Dus als jij in staat bent om eventueel met een rollator, maakt niet uit, maar zelf naar de supermarkt te gaan, dan kun je daar boodschappen doen, kun je met mensen kletsen. En ook die sociale interactie lijkt gunstig voor dementie, of die beschermt tegen dementie. Maar daarvoor moet je wel kunnen bewegen. Als je nauwelijks kunt bewegen of dat niet goed durft, dan zit je al vaak gekluisterd aan je eigen huis. En zo zijn er nog wel veel meer voorbeelden. Eén nog is nachtrust en slaap. Als je beweegt, en zeker als je naar buiten gaat, slaap je beter. En als je goed slaapt, ben je de volgende ochtend een stuk helderder cognitief. Dus op die manier kun je op een simpele manier door te bewegen, eigenlijk op 4 of 5 verschillende manieren iets gunstigs doen voor je hersenen. Dat heeft niet iedereen door, maar goed, daar zijn wij dan voor om dat uit te leggen. Dus. En jij doet er ook onderzoek naar. Hoe werkt zo'n onderzoek? Ja, dat is. Je hebt eigenlijk een lange adem nodig. Zeker als je effecten op dementie wil aantonen, zou je eigenlijk studies moeten doen van 10 of 20 jaar. Dat is natuurlijk echt heel erg lastig. Dus waarmee we beginnen is bijvoorbeeld kijken naar mensen waarvan we weten dat ze lange tijd veel bewogen hebben, of juist weinig bewogen hebben. En dan kijken naar risico's op dementie. We hebben zoiets ook gedaan met slapen bijvoorbeeld. En mensen die te weinig slapen, die hebben we vervolgd en vergeleken met mensen die goed slapen. En dan kun je kijken naar risico's op dementie. Maar wat het allerleukste en nuttigste is natuurlijk om eigenlijk te gaan naar studies waar je een interventie doet, dus waar je iets gaat toepassen. Dus waar je bijvoorbeeld mensen gaat laten sporten of gezonder laten eten of beter laten slapen en dan kijken naar hun risico op dementie. Dan moet je daar vaak heb je wat korter de tijd om die onderzoeken te doen, dus kijk je naar achteruitgang in geheugenfuncties bijvoorbeeld. En als je al die onderzoeken dan combineert, dan kun je tot conclusies komen waarop je kunt baseren van ja, waarschijnlijk is veel bewegen, goed slapen, verlagen van de bloeddruk heel gunstig om kansen op dementie te voorkomen. En jij noemde net of goed slapen, of een onderzoek naar bewegen, of een onderzoek naar voeding. En pralocine is dan iets meer een totaalconcept waarbij voeding en beweging wordt gecombineerd. Is dat ook bekend uit de literatuur, dat een combinatie beter werkt? Ja, dat is in ieder geval heel aannemelijk. Het is nog te weinig onderzocht, omdat heel veel onderzoeken echt gefocust hebben op één ding. En onderzoekstechnisch gezien is dat vaak makkelijker, want dan kun je één factor veranderen. Maar we gaan nu starten met een studie waar we juist die dingen gaan combineren. Dus gezond eten, meer bewegen, minder stress, goed slapen, bloeddruk behandelen. En vervolgens is het lastig om van die individuele dingen te bewijzen of die nou wel of niet een effect hebben. Maar die combinatie daarvan kun je wel aantonen. En voor de patiënt, zeg maar, maakt het natuurlijk ook niet meer uit welke van die componenten het dan geweest is. Als de combinatie leidt tot verkleinen van de kans op dementie en andere ziekten, dan is dat eigenlijk wat we willen weten.
En het zou elkaar ook kunnen versterken. Van ja, je kan wel heel veel gaan bewegen, maar als je dan niet genoeg eiwitten eet, dan ben je als het ware je eigen spieren weer af aan het breken. Dus dan krijg je ook minder snel resultaat. En ook, ik hoorde net al het sociale. Dus als je dan samen gaat bewegen, dan heb je misschien meerdere vliegen in één klap. Ja, absoluut. Ik wil graag nog een poll eruit doen. En dan, Guido, vraag ik jou even te kijken naar de uitkomst, want die zie ik zelf niet. Of het publiek zelf ook bezig is met gezond en fit ouder worden. Dus ook met bijvoorbeeld leefstijl. Ik weet ook niet wat de gemiddelde leeftijd van het publiek is, maar... In ieder geval is dit publiek heel erg bezig met gezond ouder worden. Ik heb nu 1 stem van iemand die zegt, dat is denk ik ook misschien diegene die 250 gram chocola per week had. Nee, daar ben ik nog niet mee bezig. 1 iemand begint te dagen, 2 inmiddels. En de rest is allemaal zeker, allemaal bewust levende mensen. Daar zie je maar weer dat we in ons publiek geen dwarsdoorsnede hebben. Van waarschijnlijk de enige keer in het jaar dat die mensen in een café komen. ja. Het is dus best wel ingewikkeld voor sommige mensen, en misschien dus niet zozeer voor ons publiek, maar voor de gemiddelde persoon, om hierop te letten. En bij jou, Jurgen, vraag me dan af. Jij ziet mensen eigenlijk als het te laat is, toch? Want ze komen bij jou en dan hebben ze... Je bent geriater, klinisch geriater. Dus mensen komen bij jou als ze en ziek zijn en oud, neem ik aan. Ja, maar kijk, je kunt ze niet meer jonger maken, maar je bent dan te laat om te zorgen dat ze niet ziek worden. Preventie is eigenlijk, denk ik, bij jou bijna onmogelijk, omdat je nog niet ziet. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Nee, dat zie je deels goed. Voor preventie is het voor velen wel te laat. Hè? Bijvoorbeeld als ze al dementie hebben, kun je daar niks mee aan doen. Maar er bestaat ook nog zoiets als, dat heet secundaire preventie. Dus dat betekent dat als je al een ziekte hebt, dat je voorkomt dat die ziekte nog erger wordt. Daar hebben we als dokters te weinig aandacht voor gehad de afgelopen jaren. Dan denk je, ja, het kwaad is al geschied. Maar wat we zien is dat bij een hoop ziekten, bijvoorbeeld na een hartinfarct, het heel veel zin heeft om te voorkomen dat die schade nog erger wordt. Mensen kunnen zelfs beter worden. Dat is waarschijnlijk bij dementie ook zo. Dat je, als het is vastgesteld, zijn mensen vaak nog wel in een vroeg stadium. Mensen kunnen bijvoorbeeld nog auto rijden. En het is niet zo dat ze helemaal niks meer kunnen. En als je de verdere achteruitgang kunt vertragen, betekent dat voor die mensen heel veel winst. Maar we zien bijvoorbeeld ook ouderen die al een ziekte hebben, maar die daar bijvoorbeeld aan geopereerd moeten worden. En dan heeft het ook nog zin om te proberen hun conditie voor die operatie te verbeteren, zodat ze er beter uitkomen. Ja, dus de wachttijd tot die operatie, dat kan een aantal weken zijn. Zeker in coronatijd is dat vaak nog toegenomen. Die wachttijd kun je heel nuttig gebruiken om mensen te laten bewegen. En bijvoorbeeld weer meer spiermassa te laten kweken. Omdat dat ervoor zorgt dat ze beter uit die operatie komen. Dus op die manier kun je, als ze voor ziekte A komen, kun je voor andere ziektes nog steeds wel preventie doen. En verder hebben we dat is meer een soort bijproduct. Hè, maar onze patiënten komen vaak met hun kinderen. Die kinderen zijn van middelbare leeftijd of kleinkinderen. Die kinderen die denken vaak ook wel van, goh, ik zie nu een ziekte bij mijn vader of moeder, bijvoorbeeld dementie. Wat kan ik nou zelf doen om te zorgen dat ik dat niet krijg? Dus die krijgen opeens wel een andere motivatie. En die krijgen vervolgens van ons, ze zijn niet onze patiënten, maar toch gratis advies van wat zij dan kunnen doen aan hun eigen leefstijl en gezondheid om de kans op dementie voor zichzelf te verkleinen. Want even voor de duidelijkheid. Zijn wij dan wel weer bezig met preventie. Want er is dus niet alleen leefstijl, een slechte leefstijl waardoor je meer kans hebt op dementie, maar ook wel een genetische component. Ja, een groot deel is eigenlijk onbekend. Iets van 60% weten we niet. En van 40% weten we welke factoren een rol spelen. En daar zitten belangrijke dingen als roken, voeding, lichaamsbeweging, hart- en vaatziekten bij. Maar er zijn zeker ook erfelijke varianten. Dus als het in de familie voorkomt, is je eigen kans iets hoger dan wanneer het niet in je familie voorkomt. En juist dan is het effect van het voorkomen van nog andere risicofactoren is behoorlijk groot. Dus als je bij de ouders Alzheimer hebben en je hebt een hoge bloeddruk, is het extra belangrijk om te zorgen dat die bloeddruk laag wordt. Ja, dus niet dat het dan een soort van
dat er al niks meer aan te doen is? Of is daar nog weinig onderzoek naar gedaan, naar die interactie eigenlijk tussen genetisch risico en preventie door middel van leefstijl? Ja, weinig. Maar het onderzoek dat er gedaan is, is wel heel veelbelovend. Dat je mensen hebt waarbij een hoog risico is aangetoond via genetisch onderzoek. Dat als je die een interventie laat doen, dat kan zijn beter slapen, meer bewegen, dat hun kans op dementie inderdaad kleiner wordt. Dus daar is goede hoop. Ja, mooi. En Patrick, hoe bereik jij jouw oudere doelgroep? Kijk, ik probeer zoveel mogelijk. Kijk, mijn idee is echt om zoveel mogelijk mensen actief en mobiel te blijven. En zo eenvoudig is dat natuurlijk niet. Zeker nu in coronatijd. Terwijl het net nu van belang is om fit en actief gewoon te blijven. Dus ik probeer nu te flyeren via social media. En alle mogelijke manieren aan te grijpen om in contact te komen met de doelgroep. En zoals net zei, ook de mensen van 40, 50, die ook met hun aandacht komen om dan naar de ouderen de boodschap door te geven. Maar verder is het zo dat ik heb een vrij technische achtergrond en ik ben een start-up. En ik heb nog geen gebruik gemaakt van grote investeerders in deze fase. En ik probeer allerlei mogelijke samenwerkingsverbanden op te zoeken die me kan helpen om zo dicht mogelijk naar de consument te geraken. En ook om een stukje naambekendheid te krijgen. Dus het zijn zaken waar ik nu op dit moment goed mee bezig ben. Ja. Nou, zijn we vanuit dit project, waaruit deze sessie wordt georganiseerd, altijd geïnteresseerd ook in de PPS, hè, oftewel public-private partnerschappen. Dus het samenwerken tussen industrie en de wetenschap. Vandaar ook een wetenschapper en iemand uit de industrie of van dit interval start-up in deze sessie. Jurgen, wat is jouw ervaring met dat soort onderzoek, met onderzoeken samen met ondernemers? Ik hoorde al dat jullie samen kunnen kijken naar of de bonbons een effect gaan hebben. Maar hoe ervaar je dat om in jouw veld met industrie samen te werken? Waar zoek jij naar? Ja, ik zoek natuurlijk zoek ik naar dingen die passen in mijn onderzoekslijn. Hè? Anders gaat het worden te ver van het bed. Maar wat het mooie is dat via een partner je producten kunt krijgen die ook vervolgens toepasbaar zijn bij mensen. Hè? Dus in de praktijk. En ik heb bijvoorbeeld in de regio met Artinus gewerkt. Dat is een grote producent van apparatuur, medische apparatuur, die bijvoorbeeld hersendoorbloeding meet. En ik doe veel onderzoek naar hersendoorbloeding. En we zitten nu bijvoorbeeld in een project waar we proberen een apparaat te ontwikkelen waarmee je bloeddrukdaling bij het opstaan kunt meten. Dus waarmee je dan, dat is dan vervolgens de hoop, kunt kijken of mensen die duizeligheidsklachten hebben, of dat komt door bloeddrukdaling. Dus dat is een hele, als dat lukt, wordt dat een hele mooie praktische toepassing van zo'n apparaat. Het is een mooie combi van onderzoek en praktijktoepassing. En verder zijn we in het Mokia-project, dat is een groot landelijk project. Is ook een project waar industrie betrokken is. Dus dat is ook een voorbeeld van waar je producten van industrie, bijvoorbeeld richting voeding, kunt toepassen in onderzoek. Wat vervolgens ook weer sneller tot vertaling in de praktijk leidt. Het een beetje lastig is bij ons als wetenschappers, hè, dat we vaak onderzoek doen. En vervolgens met iets komen waar je vervolgens denkt van ja, wat gaan we daar nou in de praktijk mee doen? Hè? En het samenwerken met vooral kleine bedrijven maakt de kans groter dat je ook echt iets ontwikkelt wat gebruikt gaat worden. Het is als onderzoeker natuurlijk heel erg leuk. En dus zijn er nog MKB-partijen waarvan je zegt, iemand die met zoiets bezig is of zo'n soort idee, daar wil ik graag mee praten, of mogen ze jou gewoon altijd vrij blijven mailen? Hoe werkt dat? Ja, dat laatste mag altijd, want ik kan altijd natuurlijk aangeven of ik zelf daar iets mee kan, of dat ik mensen ken in het bijvoorbeeld in het Radboud of ergens anders die daar misschien beter in iets mee kunnen. Waar ik zelf veel interesse in heb is zaken rond bloeddruk, bijvoorbeeld bloeddruk en hersendoorbloeding. En dat zijn alle twee nog dingen die niet zo makkelijk te meten zijn thuis. Bijvoorbeeld bloeddruk, dat klinkt als iets heel simpels. Maar om dat echt goed te meten bij mensen thuis, met name als je vaker wil meten, dat is eigenlijk nog best lastig. Dus als er bedrijven zijn die denken van ik heb daar een apparaat voor of een manier waarop
ik met name wat oudere patiënten, wat meer kwetsbare ouderen, makkelijker, vaker thuis een bloeddruk kan laten meten, dan zou mij al heel erg helpen. En Patrick, werk jij samen met de academische partijen of zou je dat graag willen nog in de toekomst? Nee, zeer zeker. En zeker als start-up is het erg belangrijk om samenwerkingsverbanden op te zetten om ons in de markt om te brengen. En goed, er gebeurt heel veel op het gebied van beweging, er gebeurt heel veel op het gebied van voeding. Ja, het zou dan ook geweldig zijn als we dat allemaal samen kunnen brengen, echt een movement opzetten, met z'n allen gewoon voor ouderen. En want ik zeg altijd, ouder worden is gewoon topsport. En er moet meer en meer aandacht komen voor voeding en het voeden van spieren. En dat doe je gewoon niet alleen. En zeker met iets wat super innovatief is, als een bonbon en praline, is er nog enige weg die we moeten gaan om dit op een mooie manier in de markt te kunnen gaan brengen. Dus ik nodig iedereen uit die mee wil werken en die iets ziet in deze mooie missie. Om ervoor te zorgen dat we lang fit blijven, maar ook dat we genieten van ouder worden, om mij te contacteren. Absoluut. Dus ook misschien even een goed moment om jouw website te delen in de chat. En ik zal ook meteen jouw e-mailadres daar delen. En ik zie ook al wat vragen in de chat. Ja, er komen wat vragen aan. Er komen ook nog wat informatie van de sprekers. Esther, lukt jou ook om Jurgens e-mailadres even in de chat? Ja, ga ik ook doen. Top. En dan de eerste vraag is van Mieke Keppens. En ik denk dat dit op Jurgen gericht is. Er zijn toch continue bloeddrukmeters op de markt. Waarom zijn die niet geschikt? Is dan denk ik wat de achterliggende idee. En dan wordt als voorbeeld de ErgoScan. Oké, de ErgoScan ken ik niet. We hebben een continue bloeddrukmeter voor onderzoek. Finapress apparaat. Maar dat zijn apparaten van 20.000 euro. Die je niet even bij iemand thuis neerzet. Er zijn wel automatische bloeddrukmeters die mensen thuis kunnen meten. Die kosten maar 80 euro. Dus dat is op zich niet zo'n probleem. Maar dan zit meer het probleem in. Het is niet heel praktisch dat mensen dat heel vaak gebruiken. Dus je kunt niet aan mensen vragen om 10 keer per dag hun bloeddruk met zo'n apparaat te meten. Dus het liefst heb je een apparaat dat dat vaker een bloeddruk kan meten, zonder dat dat het leven van die mensen heel erg verstoort. Het liefst verstoort het ze helemaal niet. En daar is nog niet zoveel op. En dan is er ook nog een manier waarop, volgens mij ook nog, dat ergens opgeslagen wordt. Dat ze niet zelf in een notitieboekje moeten gaan opschrijven. Ik wil ook niet dat mensen de hele dag met een bloeddruk bezig zijn, want dan raken ze geobsedeerd. Dus, als je alle millennials nu denken, toch te weinig in de groep. Alle millennials die zijn nu aan het googlen, wat is een notitieboekje? Maar je bedoelt eigenlijk dezelfde ontwikkeling die we hebben gezien bij bloedsuikermetingen, dat het van prik is gegaan naar continuous glucose sensors, zeg maar. Zoiets zou je willen voor bloeddruk. Ja, ja. Dat lijkt simpel, maar het is er nog niet. Als Patrick nog tijd over heeft naast Pralicine, kan hij leerlijk een tweede start-up beginnen. Mieke blijft erbij dat het al bestaat, dus ik denk dat we de ErgoScan even moeten gaan googlen, Jurgen. Anders, ja. Mieke, nodig ik jou uit om een mailtje te sturen aan Jurgen. Ja, precies. stuur het apparaat op. Ja, nou, kijk aan. Dus, zo gaat het, zo simpel kan het dus gaan. Zijn er nog andere vragen? Kijk even naar de chat. Ik heb ook nog ondertussen wel een vraag voor jou, ja, Jurgen. Jij noemde net die orthostatische hypertensie, dat iemand opstaat, dat iemand dan duizelig wordt door een lage bloeddruk. Ja. Als iemand dat soort dingen ervaart, is dat een probleem? Is dat een teken dat iets niet goed is met de bloeddruk? Of? Ja, het is vooral iets wat je bij veroudering ziet. En met name de meer kwetsbare ouderen krijgen problemen om hun bloeddruk op peil te houden, maar om hun bloeddruk te herstellen als ze opstaan. Hè. Als je opstaat, dan zakt er echt een hele hoop bloed, een halve liter, echt letterlijk je benen in door de zwaartekracht. En die moet weer teruggepompt worden. En dat geeft een bloeddrukdaling. En normaal lukt het ons om die bloeddruk weer op peil te krijgen binnen een minuut. Als dat niet zo zou zijn, zouden we allemaal de hele tijd duizelig rondlopen en omvallen. Ja. Maar als je ouder wordt, en zeker als je wat kwetsbaarder bent, wordt dat moeilijker.
En je hebt dus ongeveer 1 op de 5, 1 op de 4 ouderen boven de 60 heeft een, dat heet dan een orthostatiepotentie, die ze hebben bij het opstaan een te lage bloeddruk. En dat kan weer leiden tot verhoogd valrisico, maar ook tot klachten van moeheid, zware benen. En dat is ook weer iets wat mensen kan demotiveren om te gaan bewegen. En dan denk ik, ja, ik kan maar beter gaan zitten, want dan voel ik me niet duizelig. Het is best lastig om dat te meten. Dus we zijn nu bezig met een apparaat waarbij je niet de bloeddruk hoeft te meten, maar het gewoon in de hersenen meet, als het ware aan hersenenbloeding. Maar het is inderdaad iets wat je, waar mensen last van kunnen hebben, wat je vervolgens ook wel kunt verminderen, zodat mensen veiliger en beter kunnen lopen en minder valrisico hebben. En ook met de leefstijlgerelateerde factoren, dus met meer bewegen? Of? Ja, met, als je fysiek actief wordt, neemt die bloeddrukdaling weer af als je je spieren traint. Want dan, je hebt een spierpomp in je benen zitten. En daar zitten bloedvaten in met klepjes. Die pompen dat bloed terug omhoog als het naar beneden is gezakt. Als je die spieren niet hebt, ja, dan wordt het ook lastig pompen. En als je die spieren kweekt, dan pompt het beter. En zeker als je gaat lopen en met je benen bewegen, dan pompt het ook weer sneller omhoog. Interessant. Er is nog een vraag. Ik denk dat ook dat gegeven de tijd dat de laatste vraag wordt. Dus ik vraag aan Jurgen om die vraag eventjes te beantwoorden zo. Want hij lijkt me voor jou. En dan wil ik aan Patrick als laatste nog vragen of jij nog een call to action hebt. Of een laatste oproep aan iedereen die dit terugkijkt of nu aanwezig is. Dus als eerste Jurgen. Welk gevaar is een hoge hartslag boven de 90 slagen per minuut wordt gezet in rust en gecombineerd met een lage bloeddruk? Is dat een te brede vraag of kun je daar heel kort antwoord op geven? Kan ik wel kort. Ja, als je bloeddruk laag is en je hartslag hoog. Dan wijst dat erop dat je ondervuld bent, zoals dat heet. Dus of uitdroging, of bij infecties kun je dat zien. Bij longontsteking, zeg maar bloedvergiftiging. Dus het is niet de bedoeling dat je dat hebt in rust. Dat is het hele korte antwoord. Duidelijk. Ik hoop niet dat ik te veel mensen ongerust maak nu, maar... Neem contact op met je huisarts. Hey. Ja. En dan Patrick, heb jij nog een laatste oproep of call to action? Wat zou jij willen dat de mensen als laatste meenemen vanuit Praleucine van deze sessie? Kijk, ten eerste, dit zijn de bonbons. Laten zien. Dat is veel leuker dan een website. Uiteindelijk zouden ze, ja, call to action is, kijk, ik geloof er echt in dat het belangrijk is dat we actief blijven. En om actief te blijven is ook belangrijk dat we spieren voeden, maar dat ook gewoon lekker is. En het is ook genieten van het leven, genieten van ouder worden. Dat is de richting die ik gestart ben met deze start-up. Als mensen ook geïnspireerd zijn, mogen ze me altijd contacteren en kunnen kijken of we leuke samenwerkingsverbanden op kunnen zetten. En toch iets unieks op de markt kunnen gaan brengen. Dat zou ik gewoon hartstikke fijn vinden. Oh, super, dankjewel. Dit was alweer het ene laatste MKB-café. Ik wil heel graag de sprekers, Jurgen en Patrick, bedanken voor hun tijd en hun inzicht. En ik geloof ook dat iedereen nu zin heeft om bonbons te gaan eten. Dus dat komt helemaal goed. Ik wil Esther heel erg danken voor het mede-co-host van deze sessie. En ik wil iedereen vragen om aan het eind, als je leuke suggesties hebt voor het laatste onderwerp voor onze laatste ronde op 27 mei, om die in de evaluatie te laten noemen. Dan kijken of we daar wat mee kunnen. Voor de rest, hartelijk dank voor de aanwezigheid nu live, of als u het nog een keer hebt teruggekeken. En heel graag tot de volgende keer. Dank jullie wel allemaal. Ja, maar. Ja.